Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. No way this is home. Oh! That's why I'm here, exploring the unknown. Who are these guys? Visitors, just like us. Earl, get her on the shuttle now! Nice work, kid. I'm only human, after all. Yo, welkom bij een nieuwe Gamersnet video review. Dit is Leon Staugi, ik ben Daniel. En we gaan de review bespreken van Mass Effect Andromeda. Jazeker. Ja, en ik ben de uitgewezen persoon om over Mass Effect te praten, want ik heb niks met die serie. Dus dat is super maar tof. Maar ik wel, dus dat compenseert weer. Ja, dat compenseert heel erg. Ja. Want Mass Effect is pas heel laat verschenen op PlayStation. En ik heb een deel wel geprobeerd, maar kwam er niet in. Maar wat ik wel weet... Commander Shepard is weg. Ja. Mass Effect Andromeda, nieuw deel. Een nieuw begin. Ja. Want je had natuurlijk de Mass Effect trilogie eigenlijk op de vorige generatie consoles. En dat was gewoon een verhaal wat aan één stuk doorging, helemaal op elkaar aansloot. Keuze uit het eerste en tweede deel kwam terug in het derde deel enzovoort. En aan het eind ging de wereld afhankelijk van jouw keuze er best wel een beetje aan. Dus ze moesten voor Andromeda eventjes een nieuwe start hebben. Nou, die hebben ze gevonden door... naar een nieuw stelsel te gaan. Want de trilogie is natuurlijk in het Melkwegstelsel, maar nu ga je naar Andromeda. Andromeda-stelsel. Dat is 600 jaar reizen vanaf de Melkweg. Dus dat is wel even. Dus nou, daar hebben ze het Andromeda Initiative voor bedacht. En dat zijn... dat is een samenwerking van de mensen, van de Salarians, van de Turians en van de Asari. En die hebben allemaal samengewerkt om... om een nieuw stelsel te gaan ontdekken. Eigenlijk wat wij mensen op aarde ook willen. Civiliseren op andere planeten. Ja, precies. Dus en dat ontdekken. Opbouwen. En als het even kan, vergeet het liefend. Ja, uiteraard. Maar dat gaat niet gebeuren. Want hoe gaat het verhaal? Het is natuurlijk een nieuw verhaal. Wat belangrijk is om te weten is dat het Andromeda Initiative... die heeft verschillende arcs waarin allemaal maar echt tienduizenden mensen in zitten... of tienduizenden Asari. Ja. En de arcs worden allemaal geleid door een Pathfinder. En die Pathfinder die is eigenlijk de aangewezene om een nieuwe planeet te vinden waar je kan leven. Een soort van explorer-diplomaat. Ja, een beetje Columbus of zo. Ja, weet precies. Je. Dus dat is je pa, want je kiest of je bent Scott Ryder of Sarah Ryder. Okay. En dat is je pa, maar ja, uiteindelijk gaat het allemaal fout natuurlijk. Dus nou, uiteindelijk ben jij de Pathfinder en dan valt het ook nog eens allemaal tegen, want al de Golden Worlds, zoals ze heten, zijn toch net iets minder aantrekkelijk als dat ze vanaf 600 jaar afstand leken. Ja, precies. Dus het gaat allemaal kut eigenlijk. Maar hoe is het verhaal? Is het integrerender dan de vorige trilogie? Of denk je, het is best wel anders. Want zeg maar bij de trilogie kwam er een soort dreigend kwaad op je af. Jij was Shepard, jij was de enige die de Reaper-invasie aan zag komen. Ja, jij was de enige die zo'n beetje nog überhaupt de hele fucking Melkweg kon redden. En in Andromeda is het veel luchtiger en we gaan lekker op ontdekkingstocht. Okay. En nou ja, op zich loopt ook niet alles even soepel als je verwacht had, maar het is allemaal wel een stuk vrolijker. En ja, je kiest zeg maar zelf een beetje wat voor Pathfinder je bent. Ja, ben je een vredelievend iemand of ben je toch iemand die toch een beetje denkt van we gaan dit gewoon met militaire kracht, gaan we ons plek hier veroveren. Maar heb je ook bijvoorbeeld net zoveel keuzes en mogelijkheden als in de vorige Mass Effect games, net als qua gameplay zeg maar? Het aantal keuzes zeg maar wat je maakt is... die echt veel impact hebben, dat is er niet zo heel erg. Je volgt wel redelijk één verhaallijn. Maar je hebt alsnog wel heel veel vrijheid in wat je doet en staat. Want je hebt dan die hoofdverhaallijn. Ja, precies. Maar je hebt ook nog ziek veel zijmissies ernaast. En de ene is belangrijker dan de andere. Je hebt bijvoorbeeld de loyalty missies, waarbij je hebt weer een hele nieuwe squad natuurlijk. Ja. En voor iedere squadmate kan je de loyaliteit verkrijgen door zo'n missie te doen. Nou, dat zagen we ook in de vorige Mass Effect games. En wat die squadmates betreft trouwens, daar moet je echt even aan wennen. Want in de trilogie had je natuurlijk gewoon
Je had 3 games lang had je een paar dezelfde personages. Je had Garrus, dat was echt gewoon mijn bro, jongen. Dat was gewoon, die was zo chill. Nice. Die nam ik altijd mee. En bijvoorbeeld, dan nam ik ook bijna altijd Liara of Rex mee. Die waren ook allebei echt super dope. Yeah. En nu, ja, dan is er bijvoorbeeld weer een Turian. Dus dan ga je hem automatisch vergelijken met Garrus, weet je. Maar ja, aan de ene kant is dat niet helemaal eerlijk. Want ik bedoel, iedere Mass Effect game kost je 40 uur of zo. Dus ik heb gewoon 100 uur, weet je, met Garrus ben ik op avontuur geweest. En dan moet je met iemand anders. Dus nu ga ik vreemd met een andere Turian of met een Asari of zo. Dus dat is even wennen. Maar uiteindelijk krijgen al die squadmates ook alweer een beetje hun eigen smoel. Maar het duurt even. Het duurt even, inderdaad. En hoe zit het met de gameplay? Want de vorige Mass Effect games waren meer gespitst op RPG. En ja, Andromeda is meer actie. 1 was redelijk RPG en het werd steeds meer een shooter al. Maar wat in de trilogie koos je zeg maar een klasse en dan ben je die klasse. Ik was bijvoorbeeld altijd een Vanguard, dat is een beetje een combinatie van dat je gewoon schiet en dat je je biotics gebruikt. Ja. En in Andromeda heb je niet meer dat je 1 vaste klasse bent. Je kan skills kopen in zowel combat, biotics als tech. Maar afhankelijk van welke skills je koopt, krijg je wel bepaalde profielen. En die profielen, dat zijn eigenlijk gewoon de oude klassen zoals we die kennen. En dan krijg je diverse bonussen. Maar het zit nu dus meer gemerged met elkaar, dus je verschillende skills met elkaar kan stoppen. Ja, je kan gewoon wisselen, zeg maar, halverwege de game. Als je denkt van, en dat is eigenlijk wel heel fijn, want zeg maar, ik vond het in de vorige games, vond ik gewoon Vanguard, dat was wel mijn klasse, weet je. Dat vond ik wel tof. Maar je hebt nu maar 3 krachten die je tegelijkertijd kan gebruiken. Dat is iets minder als in de voorgaande Mass Effect games. Maar je kan dus wel wisselen. En dus je kan ook afhankelijk van de tegenstander kan je wisselen. Bijvoorbeeld als een tegenstander heel veel armor heeft, dan doe je biotics wat minder. En dan kan je beter bijvoorbeeld tech gebruiken. Dus dan kan je een drone neerzetten, gebruik je vlammenwerper en zo. Ja, precies. Ja, okay. En als er juist heel veel tegenstanders zijn, gewone tegenstanders, dan gebruik je bijvoorbeeld je biotics. En dan gebruik je charge en weet ik het wat. En hoe voelt de combat? Vind je het lekker spelen? Ja, combat, het is aan de ene kant is het gewoon nog echt Mass Effect, weet je. Ja. Want het is gewoon nog steeds die combinatie van een shooter plus je fancy krachten. Maar het is wel wat meer, het is wat actievoller. Het is, je hebt bijvoorbeeld je jump pack, waardoor je ook iets meer verticale gameplay hebt. En de cover hebben ze wat veranderd, want het is nu een soort dynamische cover, waardoor je als je tegen cover aangaat, dan ga je er automatisch in cover in plaats van dat je met rondje erin gaat. Ja. Ik vind dat iets minder fijn werk eigenlijk, waardoor je de neiging hebt om wat minder gebruik te maken van cover. En gewoon zo, het is gewoon wat actievoller en dat komt ook doordat je je squadmates minder aan kan sturen. Want in voorgaande Mass Effect games was het wel echt een ding dat je gewoon eigenlijk, tenminste wat ik deed, was gewoon constant zeggen van hey Garrus, ga even daar staan, gebruik nu deze power tegen dit ventje. En dan gebruik ik mijn power, want dat zorgt voor een goede combo. Het is nu gewoon aansturen van... En nu kan je zeggen van, yo PB, ga eventjes op hem schieten. Ja. Of ga daar staan. Maar je kan niet even de game pauzeren. Even tactisch kijken van, wat ga ik doen? Wie moet ik eerst uitschakelen? En je kan vooral niet zeggen van, yo PB, gebruik nu deze kracht. Nee, oké. Okay. Ja, goed, dan zijn ze voor een andere strategie. Ja, het is dus minder strategie, het is gewoon meer actie. Nee, tuurlijk, maar het is denk ik wel weer. Ja, ze zijn een andere weg ingeslagen. En dat, ja, precies. Dat hoort misschien wel bij een andere trilogie. Ja, het is wat je fijn vindt natuurlijk. Maar ik had soms tijdens gevecht haast dat ik gewoon vergat dat je met z'n 3 op pad bent. En dat je gewoon denkt van, ik ben in mijn eentje alles neer aan het schieten. En dan aan het eind van, yo Drag, yo PB, jullie zijn er ook nog gezellig. Ja, precies. Oké, laatste puntje. Uit trailers blijkt, Mass Effect Andromeda ziet er fantastisch uit. Het ziet er vrij uit. Ik heb de wereld heel gezien. Veel veel verschillende werelden, ook veel afwisseling. Ja. Maar er is natuurlijk gedonder geweest over de facial animations. Die gezichtsanimaties, dat is wel het grootste ding inderdaad. Hier op GNSQ maak ik echt heel vaak grappen over... We zaten bijvoorbeeld die Power Ranger marathon te kijken en zei ik, still better facial animations than Mass Effect Andromeda. Ja. Maar hoe erg is het gesteld? Ja, nou ja, weet je, het is af en toe is het niet fraai. Volgens mij ligt er ook een beetje aan of je gewoon de standaard rider gebruikt of dat je hem zelf maakt. Ik gebruik gewoon de standaard Sarah Rider. Okay. En dan vond ik het meestal nog wel enigszins meevallen, maar af en toe is het gewoon
gewoon niet zo heel goed. Dat is wel echt een ding. En dat, dan zijn de dialogen ook nog eens van wisselende kwaliteit. Dus, en dan zijn die animaties er niet. Dan denk je soms af en toe wel een beetje van, ja, waarom ben ik hier met deze persoon aan het praten, zeg maar. Waar gaat het over? Ja, precies. Is het echt, echt storend of ja, ik weet niet. Ik kon me daar wel overheen zetten, omdat zeg maar gewoon het overkoepelende verhaal is nog wel tof. En, maar wat ik persoonlijk vervelender vind, is dat er ook gewoon echt nog wel wat andere bugs zijn. Ik had af en toe ook wel dat de game echt helemaal crashte. Dus dat vind ik vervelender persoonlijk. Ja, dat is en ja, ik vind dan dat die gevechten minder tactisch zijn. Dat stoort mij meer dan die gezichtsanimaties. Oké, duidelijk. Je hebt de game een 7,8 gegeven. Even ja, nog één klein puntje. De multiplayer. Oh ja. De multiplayer die zit er ook weer in. Net zo, eigenlijk is het bijna hetzelfde als Mass Effect 3. Maar het is wel echt gewoon vet. Oké. Ja, nee, maar weet je, het verandert eigenlijk bijna niks. Het is gewoon zeg maar zo'n horde modus. En door een potje te voltooien krijg je credits. Daarmee kan je pakjes kopen. Met die pakjes krijg je betere wapens en nieuwe klasses. Dus ik wil natuurlijk de Krogan, want die zijn vet. Maar ja, dat duurt maar voordat die uit je pakje komt. Dus je blijft gewoon spelen. Ja. En het zorgt wel echt een beetje, die pakjes, je ziet het ook in andere game natuurlijk. Maar dat wekt wel echt die wens om steeds nog een potje te doen. Tof, maar niet heel vernieuwend volgens mij. Nee, niet heel vernieuwend. Nee. Het is, als je Mass Effect 3 de multiplayer tof vond, dan vind je de multiplayer in Andromeda tof. En als je het niet tof vond, dan vind je het nu ook niet tof. Oké. Laatste korte conclusie, 7,8. Ja, weet je, voor de Mass Effect fan die gewoon nog een keertje in het universum wil duiken, is het gewoon wel weer tof. Ja, ik heb deze game echt veel uur gespeeld. Je moet even die paar... Die eerste uurtjes zijn wat minder sterk. Als je daar doorheen komt, dan is het gewoon... Ja, je bent geen Shepard meer. Nee, dat is het. Dat was wel echt mijn guy. Maar ja, de toon is wat luchtiger, maar ik vind het nog steeds wel heel tof, hoor. Ja, je krijgt een glimlach. Ja, ik word gewoon blij van Mass Effect. 7,8, ja. Kijk door de foutjes heen, dan is het dus blijkbaar wel een hele vette game. Ja, als je, zeg maar, de game heeft veel meer potentie. Ja. Maar als je met een kleine roze bril gewoon door die foutjes heen kijkt, dan word je alsnog gewoon heel blij van die game. Oké, duidelijk.